Dan is het unaniem goedgekeurd. Kunnen we over naar het derde agendapunt, vis-à-vis schuldbemiddeling, kennisname van de resultaten van het werkjaar van 2021. Heeft er hier iemand vragen of opmerkingen? Wenst er hier iemand over te stemmen? Als de vragenwoordje uitleg heeft, dan kan dat vertrekt worden. Van wat? De vis-à-vis schuldbemiddeling. Wel ja, dat zijn gewoon de constataties van het aantal dossiers per jaar. En u ziet dat in de coronaperiode de dossiers dus sterk geminderd zijn. Hè? Want dat is dus onze juridische steun aan de mensen die dus komen. En u ziet dat dus de dossiers sterk gedaald zijn in 2021. En nu is er opnieuw meer vraag naar. En wij proberen de mensen zoveel mogelijk te helpen. En is er dat dan, ook in verband met schuldbemiddeling, ook met mensen die schuldig hebben enzovoort. Is die gestegen, het armoede, mensen in armoede in onze gemeente? Na corona, is er daar een... is er een gevolg voelbaar voor jullie? Ja, nu nog niet. Dat kunnen wij nu nog niet zeggen. Ik zal dat misschien beter kunnen uitleggen dan op het einde van het jaar of begin volgend jaar. Dat was het genoeg gedaan. Ja. En zeker nu niet met de hoge energiekosten. Ik verwacht dat wij einde dit jaar... Het feit dat dan de afsluit gebeurd is van vele mensen, de rekening, dus de gas en elektriciteit, dat wij dan een triestig bilans zullen hebben. Het is moeilijk om nu al iets op papier te zetten. Maar eventueel begin volgend jaar, kan ik u dat hier bezorgen in de gemeenteraad. Oké. Dank u wel voor het.